Dit is hem dan, de werelds eerste ground power unit op waterstof die we mogen testen in de operatie. Als een vliegtuig aankomt op Schiphol, hij staat aan de gate en de motoren gaan uit, dan heeft het vliegtuig nog steeds stroom nodig. Denk bijvoorbeeld aan lampen in de cabine of systemen in de cockpit. En op heel veel gebieden op Schiphol doen we dat met walstroom of eigenlijk fixed power units. Dat doen we vooral aan de gates, maar niet overal. We hebben ook GPU's rijden. Dat zijn eigenlijk dit soort units. Die kunnen we dus verrijden en die voorzien ook het vliegtuig van stroom. We hebben op Schiphol heel veel elektrische ground power units, maar dit is echt de eerste op waterstof. Het grote voordeel daarvan is dat we deze met een paar minuten kunnen voltanken, waar we bijvoorbeeld voor de elektrische GPU's toch een paar uur aan het laden zijn. Momenteel testen we nog op kleinere vliegtuigen met de waterstof GPU, maar de verwachting is dat we ook grotere vliegtuigen kunnen doen, want de e-GPU, de elektrische, die is eigenlijk niet sterk genoeg om grote vliegtuigen van stroom te voorzien. En we verwachten deze straks wel. De waterstof GPU betekent niet dat er een waterstofaccu in zit of iets. Het is eigenlijk gewoon een elektrische GPU met een batterij die het vliegtuig van stroom voorziet. Maar er zitten twee waterstoftanks in en die zijn eigenlijk in staat om de hele tijd die batterij op te laden, nou, zodat we de waterstof-GPU kunnen blijven gebruiken. Schiphol heeft als doel om in 2030 een uitstootvrije grondoperatie te hebben. En we zijn al heel erg goed op weg met heel veel elektrisch equipment, maar de waterstof-GPU zou een hele goede toevoeging kunnen zijn om dat doel te gaan halen.